En wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Zoals je kunt zien is dit een heel ander soort video dan normaal. Dit is namelijk mijn Halloween video voor dit jaar. Ik ben redelijk laat en daarom besloot ik ook een look te maken met alleen producten die je waarschijnlijk al in stash hebt liggen. Ik heb namelijk eigenlijk alleen maar gewoon make-up gebruikt. Geen liquid latex, geen schmink, wat dan ook. Dus ja, lekker makkelijk om na te maken zo last minute. Hoe ik de look precies ga noemen weet ik nog niet. Ik begon met een Galaxy idee met een beetje Aztec. Maar ik vind ook wel ergens iets van een alien hebben of iets dergelijks. Laat me in de reacties even weten hoe jij hem zou noemen. Hoe dan ook, ik denk dat jullie op deze video hebben geklikt omdat jullie willen weten hoe je deze look namaakt. Dus laten we daar snel mee beginnen. Ik ga beginnen gewoon met de basis. Dus met mijn primer, mijn foundation, mijn poeder en mijn wenkbrauwen. Dus gewoon de basis dat je een egaal canvas hebt om mee te beginnen. Alle producten die ik gebruik in deze video staan overigens in de beschrijving. Dat vond ik wat makkelijker dan ze allemaal hier los benoemen. Maar ik laat alle producten wel eventjes kort zien. Overigens zet ik mijn wenkbrauwen hier wel ietsje steviger aan dan normaal. Net iets harder, want dan komen ze net wat meer uit in de look, vind ik. Maar doe lekker wat jij zelf wilt. Daarna is het tijd voor dit Neon Nights palet en ik ga daarmee contouren. En ik schrok hier een beetje, want deze kwast was niet helemaal de beste kwast om het mee aan te brengen. Dus jullie gaan ook zien dat ik een oude Essence Blush kwast ga gebruiken hier zo. Om het een beetje uit te blenden, want ik wilde niet echt een hele harde lijn. Dus vervolgens pak ik ook deze kwast, omdat ik gewoon heel veel verschillende kleuren ga pakken. En dan hoef ik tenminste niet gelijk mijn kwast allemaal te wassen. En ja, toen kwam ik er dus achter dat als ik het Neon Nights palet heb, dan heb je dus de paarse en de rode en de blauwe tint een beetje bij elkaar. Dus ik heb gewoon mijn kwast een beetje door ze allemaal heen gehaald en dan vervolgens dat gewoon in mijn gezicht gedaan. Ik begon eerst met alleen maar de contourplekken, dus bij mijn kaaklijn, mijn voorhoofd en echt inderdaad bij mijn jukbeenderen. En uiteindelijk heb ik het daar wel iets sterker aangezet, maar de rest van mijn gezicht heb ik ook helemaal ingekleurd. Het hoeft dus helemaal niet netjes, niet symmetrisch, wat dan ook. Daarom is de look ook zo lekker simpel. Het is eigenlijk gewoon een beetje kleuren en gewoon zien wat er op je gezicht uitkomt. Zolang je dus maar een beetje roze, paars en blauw tinten gebruikt, komt het helemaal goed. Vervolgens gebruik ik dit Jumbo Eye Pencil van NYX. Dit is de kleur Milk, een witte basis en die gebruik ik als oogschaduwbasis, waardoor de kleuren op mijn ogen net iets meer gaan poppen. Vond ik zelf heel erg belangrijk, aangezien de rest van mijn gezicht natuurlijk ook al met dezelfde soort kleuren is ingekleurd. Dus ik wil dat de ogen er net wat verder uit zouden springen dan de rest van het gezicht. Maar goed, ik begin dus met deze knalroze tint op het ooglid en hij mag net iets hoger dan je eigen arcadebogen worden aangebracht. Om vervolgens net boven je arcadeboog weer een nog wat donkerdere roze tint aan te brengen en dit een beetje te blenden. Het hoeft niet heel erg netjes, want het valt toch niet echt op in de look. En vervolgens maak ik aan de buitenste V-vorm van mijn oog een donker paars-blauwe tint. En dit ga ik ook weer in elkaar overblenden. Vervolgens echt met een blauwe tint gebruik ik aan de binnenkant van mijn oog en aan de buitenkant van het oog. Ik weet niet, het deed me een beetje denken aan een chameleon of zo. Ik weet niet waarom. Maar goed, dit blend ik ook weer in elkaar over. En vervolgens breng ik de blauwe tint aan de buitenzijde van mijn onderste waterlijn. En dan de paarse tint aan de binnenkant. Met mijn Ofra Glazed Donut Highlighter ga ik alle plukken op mijn gezicht highlighten die ik normaal zou highlighten. Dus bij mijn ooghoeken, wenkbrauwbot, neus, jukbeenderen, voorhoofd, kin en cupidoboog. En dit zorgt er echt voor dat die plekken van je gezicht gewoon net wat meer aandacht gaan vragen. En ik vind het zelf er echt heel erg tof uitzien. En nadat ik alles heb aangebracht ben ik ook nog een beetje eroverheen gegaan met mijn Essence blush kwast die ik dus eerder had gebruikt. Om het een beetje in elkaar over te blenden. Aangezien ik het anders wel heel heftig vond. Maar ja, heftig is ook wel heel erg goed. Dus kijk een beetje wat jij mooi vindt. Nu is het gezicht eigenlijk klaar en ga ik dus verder met de ogen weer. En hierbij gebruik ik dus mijn NYX witte eyeliner en hiermee zet ik een winged eyeliner. En vervolgens is het tijd voor mascara. Die breng ik op zowel de bovenste als mijn onderste wimpers aan. Je kan ook nepwimpers gebruiken als je wilt, maar dat doe ik zelf niet. En dan is het tijd voor het leukste gedeelte van de look. De witte eyeliner ga ik namelijk aanbrengen op mijn gezicht. Een soort Aztec patroon. En hier kun je lekker creatief mee zijn. Gewoon lekker doen wat je leuk vindt. Ik ging eerst voor allemaal streepjes hier op mijn neusbrug. En ja, ik dacht gewoon, ik ga gewoon lekker doen wat ik wil. En ik zie het wel. Vervolgens ging ik verder hier zo bij mijn kin en bij mijn neus. En ja, ik vond het gewoon uiteindelijk heel erg tof geworden. Wat ik overigens halverwege dus ontdekte was dit. Ik gebruikte een eyeliner kwastje. Daarmee ging ik in de eyeliner. En dit bracht net wat makkelijker aan dan wanneer ik het vanuit de eyeliner hul zelf zeg maar aanbracht. Dus dat is echt een tip. Gebruik wel een oud eyeliner kwastje of eentje die je niet zo vaak gebruikt. Want ja, het is gewoon best wel eventjes dat je het er weer uit moet krijgen en zo.
Maar goed, ik ging dus verder. Ik heb echt van alles gedaan. Ik heb driehoeken onder mijn ogen gedaan. Streepjes, stipjes bij mijn wenkbrauwen. Ik heb op mijn voorhoofd nog verder gegaan met het streepjespatroon van mijn neus. En nog een driehoek. En ja, eigenlijk van alles. Maak het zo gek als je zelf wil. Dat is het leuke van deze look. Je kunt helemaal all out gaan. En lekker helemaal zelf creëren wat je wilt. Overigens kan dit ook met een zwarte eyeliner als je dat liever hebt. Maar ik vond wit er zelf net wat meer uitknallen. Vervolgens maak ik deze look af met deze felle liquid lipstick van NYX. En dan is het eventjes nodig dat je alles goed laat drogen, de eyeliner op je gezicht en zo. Dan kan je haar los gaan doen en dan ben je helemaal klaar met deze look. Je kunt het nog afmaken met een setting spray, maar in principe is het niet nodig. Dat was dan alweer de tutorial. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. Mocht je de look nou namaken voor Halloween of voor een ander themafeestje, laat me vooral weten. Stuur me een foto via social media. Al mijn social media staan hier beneden in de beschrijving gelinkt. Laat in de reacties ook zeker achter wat je van deze tutorial vond. En natuurlijk wat je echt gaat doen met Halloween. Misschien heb je wel een feestje, misschien heb je helemaal niks. Zelf doe ik helemaal niks met Halloween. Ik heb zelfs een tentamen die dag. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd naar jullie plannen. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video weer leuk vonden. Doe zeker nog even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!